kan niet lang genoeg duren. Wat mij meer interesseert is hoe dichtbij ik tot de muziek kom. Zeg maar niet dat ik de stuk steeds beter en beter ga spelen, maar hoe ik die muziek omhels en eigen maak en kan ook vertalen naar het publiek toe. Ik denk dat het verschil in zit. Want sommige mensen kunnen een stuk, klavierstuk, steeds beter en beter spelen, instrumentaal dan. Maar dat wil niet altijd zeggen dat die muziek ook mooier wordt. Dat kan juist verwijdering betekenen. Verwijdering van de essentie. Want wat gaat er dan mis? Concentratie op de omhulsel, wat de piano eigenlijk is, om je middel. Het is voor mij altijd heel zichtbaar geweest dat wanneer het materiële, grofstoffelijke, wegvalt, dan komt eigenlijk waar het om gaat tevoorschijn. Daar is pas iets tastbaar, waarneembaar. En hoe vaak maak je dat mee in jouw carrière als pianist? Want dat lijkt me wel een heel erg bijzonder moment als dat gebeurt. Of maak je dat dagelijks heel, mee? Dat is heel bijzonder en gebeurt zeldzaam. Maar wat ik altijd denk is dat die poorten moeten open zijn. Ik moet open zijn om... stellen voor dat die muzen vanavond willen mij bezoeken. Dan zijn welkom. De poort is open. Het gebeurt niet altijd, maar wanneer het is, het is onuitsprekelijk.